Goedendag. Gisteren trok een aantal stevige regen- en onweersbuien over het land. Zeker later op de dag kwam het lokaal tot overlast met wolkenbreuken en windstoten. Maar het zorgde ook voor mooie beelden zoals hier achter me. Er was een shelfcloud in Noord-Holland. En bij zo'n shelfcloud, zo'n rolwolk, zien we mooi de werking van een onweersbui. Aan de voorkant wordt vrij warme lucht de bui ingetrokken, terwijl aan de achterkant vrij koude lucht naar beneden komt. En op dat scheidingsvlak zien we zo'n mooie wolkenkraag. Maar vandaag is het toch echt wel weer heel ander weer in Nederland. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en onder invloed van een lage drukgebied zien we vandaag eigenlijk heel typisch Hollands weer. Mooie stapelwolken, rustige condities en later vandaag ontstaan er toch nog wel weer een paar buien. Want we hebben te maken met een lage drukgebied zoals ik al zei. Dat lage drukgebied ligt nu min of meer ten noordwesten van de Britse eilanden, maar komt de komende dagen voorzichtig onze kant op. Vanavond zorgt het al voor redelijk wat buienactiviteit in het oosten en ook morgen in de loop van de dag een aantal buien. En de komende dagen, als dat lage drukgebied langzaam dichterbij komt, is het gewoon een komen en gaan van buiengebieden, soms ook regen, maar ook mooie momenten met opklaringen. En uiteindelijk trekt dat laag wat meer richting de Duitse bocht. En dan draait de wind bij ons wat vaker naar het noorden tot noordwesten. En dan gaat de temperatuur waarschijnlijk ook weer wat verder onderuit. Die 20 graden, dat is wel even gedaan. Vanmiddag dus ook. Vanmiddag ook geen 20 graden meer, al scheelt het niet veel in het noorden van het land. En in eerste instantie is het nog droog, maar in de loop van de middag zullen er een paar buien ontstaan die zeker over het midden en oosten van het land kunnen trekken. Het zullen niet die zware buien van gisteren zijn. Er staat ook veel minder wind. Maar goed, als zo'n bui over je heen trekt, dan is toch een paraplu meenemen toch wel even verstandig. Vanavond lijken die buien wel wat meer te activeren. Die buien er komen nog wat buien aan vanuit België. Die trekken dan ook uiteindelijk over het zuidoosten en oosten van het land. In Limburg mogelijk met wat onweer. En zeker aan de grens met Duitsland kan er 10 tot lokaal zelfs weer 20 mm regen vallen. Tegelijkertijd blijft het in het westen droog. En komende nacht winnen die droge momenten ook aan ruimte. Die buien worden wat meer richting Duitsland weer weggeduwd en aan het eind van de nacht is het dan overal weer droog. De minimumtemperatuur komt zo rond de 10 graden uit. En morgenochtend is het waarschijnlijk eerst nog helemaal droog. Veel ruimte voor de zon. Maar vanuit België volgen alweer nieuwe wolkenvelden en uiteindelijk ook weer nieuwe buien, zeker later op de dag. Kan een enkele bui ook gepaard gaan met hagel of wat onweer. En voor de buien uit wordt het nog 17 of 18 graden. En in Zeeland, daar zullen ze de zon tijdens de middag eigenlijk niet of nauwelijks meer zien. En ook woensdag een aantal stevige buien die later op de dag tot ontwikkeling komen. Kunnen opnieuw weer buien zijn met hagel en onweer. Temperatuur rond de 17 of 18 graden, helemaal niet verkeerd. Maar ik denk dat de zon het nog iets moeilijker gaat krijgen dan op de dinsdag. En ja, dan is het niet echt heel vrij weer voor eind mei. En ook de rest van de week is het eigenlijk een beetje kopiëren en plakken van de weericonen. Want met die wind uit het noorden tot noordwesten en een laag drukgebied in de buurt zijn er gewoon dagelijks kansen op buien. De temperatuur ligt zo rond de 17 of 18 graden. Dat is een tikje aan de lage kant voor de tijd van het jaar. En in de nacht is het in eerste instantie toch nog wel redelijk zacht met temperaturen boven de 10 graden. En in de pluim zien we in eerste instantie begin juni nog weinig verandering. Pas later in de eerste week van juni neemt de onzekerheid toe. Maar waarschijnlijk blijft het voorlopig nog wel wisselvallig weer. Ik wens u een fijne dag.